dat zei hij. Hij zei, maar het begon eigenlijk al voor de EK, was Thibautje al aan het zeiken dat het tactisch niet klopte. Is dat ziek of niet? Dat vragen ook allerlei mensen af. Omdat hij in de afloop heeft geroepen, net als tegen Italië, het plan kopte. Dat zei hij, ja. Wat vind je daarvan, dat iemand dat roept? Nou, het voordeel wat van hem spreekt, hij heeft het ook in de kleedkamer tegen de trainer gezegd. Ja. Dus hij heeft het niet achter iemand zijn rug gezegd. Dus als je dus leest wat in de kranten, maar normaal moet je dat niet doen. Moet je even intern houden. Maar nu zit heel België zit op de kop van de trainer. Ja, wat vind jij ervan, Gert-Jan, dat hij dat deed? Nou, ik vind dat je... ik vind dat hij kan. Ik ben het met Jan eens. Hè. Dan moet je intern... hij heeft dus die boodschap intern al gebezigd. Maar op het moment dat je dit naar buiten brengt... dan leg je een bom onder die samenwerking. En daar gaan Spaanders vallen. Dat kan niet anders. Die trainer wordt ongeloofwaardig als hij Courtois blijft Courtois opstellen. Want er is een vertrouwensbreuk. Ja. En als je wil samenwerken, dan moet je elkaar kunnen vertrouwen. Nou, dat is duidelijk niet zo. Courtois heeft geen vertrouwen in de trainer. En de trainer kan nu geen vertrouwen meer nemen. Want hij brengt inside information naar buiten toe. Hij praat vanuit de kleedkamer de mensen toe. Dat kan niet. De man ontzettend... ja, als je dan Hazard, die zegt dan weer tegenovergestelde, weet je. Die zegt dat alle 23 spelers nog achter Mark staan. Ja. Wilmots. Hij heeft zoveel privileges. Eén mocht roken op zijn kamer, de ander mocht even medische keuring doen. Ja, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Nee? Nee, er zijn best groepen die daarmee om kunnen gaan. Dat wordt altijd aangevoerd als je verloren hebt. Maar ik vind dat Hazard en De Bruyne, dat zijn de verdetten... die parasiteren af en toe op een leuke geslaagde actie... die ze allebei goed in de voeten hebben. Bij balverlies doen ze niet mee, laten ze de trainer zakken. Die anderen komen tekort, zeker als je dat linksbekje... die broer van Lukaku opstelt, ja, die kon er helemaal geen reet van. Maar die twee gasten die nu krokodillentranen huilen... omdat de trainer onder druk staat, die hebben de trainer laten vallen. Dat waren de twee verdetten. Die hadden van deze man een toptrainer kunnen maken. En die hebben hem laten vallen. Omdat ze de chique rol hadden. Bij balverlies, daar waren hun niet voor. Dat houdingje hadden ze. Nou, dan denk ik van, die trainer is door zijn eigen spelers in de steek gelaten. Niet de tactiek gelaten. Dat het te behouden te defensief was. Ja, maar dat ligt dicht bij elkaar, Wilfred. Hè? Stel je twee aanvallende middenvelders op en je verliest, dan ben je tactisch dom. Stel je te veel verdedigers op, dan ben je angstig. Dat heeft te maken met het resultaat. Want dan lullen de media die lullen precies het resultaat achterna. Maar het is wel zo dat hij niet het elftal echt in zijn hoofd had zitten... waar hij eigenlijk dacht, succes. Nee. Ja, maar Fabian die speelde eerst ook. En die is uit de garage geraakt omdat hij de eerste helft heel slecht speelde. Nee, maar ik geloof dat hij 54 interlands gespeeld heeft en de 4 verloren heeft. Dus de man heeft het niet zo slecht gedaan. Nee, maar als je in EK ingaat, dan heb je met name het voordeel van EK... is dat je een lange voorbereiding hebt. Je hebt die jongens wat langer bij elkaar als normaal gesproken 10 dagen. Ja, en dan kun je dus aan een plan gaan werken waarvan je zegt... daar kan ik Europees kampioen mee worden. Want eigenlijk vonden de Belgen dat. Ze hadden nu een elftal waar je Europees kampioen mee kon worden. Dat vonden we allemaal wel, hè? Ja, maar wat het probleem was... Zijn belangrijkste spelers, die viel op een bepaald moment vielen die weg. Dat was achter. Want als je nou van de laatste wedstrijd zag, deed er nog maar eentje mee. Ja. En er was al de wereld. Als je de Naier, Lukaku en Meunier... Nou, Lukaku en Meunier zijn aanvallend veel beter dan verdedigend. Ja. Want je weet, positioneel verdedigen, dat vergeet ze ook. De Naier ging bij dat hoekje trouwens. Ja, maar dat zijn dingen. En dat valt terug. En dan kom je bij Jan, iedereen moet dan zijn steentje bijdragen. We hebben van de week al gezegd, als je niet kan verdedigen, dan ga je naar voren toe, dan ga je aanvallen. Ja, maar die aanvallers, dat waren... Misschien heeft België wel kwalitatief de beste aanvallers van het hele toernooi. Die hebben toch eigenlijk heel weinig laten zien met al hun kwaliteiten. Ze werden al de nieuwe Messi en de nieuwe Maradona genoemd en zo. En dan denk ik, één leuke wedstrijd tegen een zwakke tegenstander. En voor de rest, toen ze er moesten staan, zagen we ze niet. Nee.